En als laatst, we hebben in ieder geval nog iets goeds, jongens. En dit is het bewijs dat je altijd tot het einde deze video's moet blijven kijken. Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe video waarin ik Pokémon kaarten uitpak. Ik hoef nog maar 14 kaarten uit de Celebration serie. En ik wil deze serie heel graag compleet hebben. Dus ik heb weer 2 nieuwe dozen gekocht. Deze Dark Sylveon V Celebrations doos. En misschien wel de doos met de allermooiste promokaart. Namelijk deze Lance's Charizard V-box. Dit is toch fantastisch. Ik kan niet wachten om ze uit te pakken, dus knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we beginnen. Ah! In allebei de boxen zit een grote jumbo kaart van beide kaarten. Dark Sylveon V. Ja, en deze is echt zo ziek, jongen. Wat een vette promo kaart. En dit zijn de normale versies. Dark Sylveon V. Ja, deze vind ik eigenlijk ook best wel cool. Maar dit is wel echt een hele zieke kaart. Deze ga ik nooit wegdoen. Deze vind ik echt onwijs gaaf. Kijk hoe Lance en Charizard hier samen gewoon één team zijn. Dit is echt geweldig. Heel vet. Hij doet een keiharde flamethrower. En vandaag hebben we 8 Celebrations pakjes, 2 Darkness Ablaze pakjes en 2 Battle Styles pakjes. Uiteraard beginnen we met de Celebrations. Ik hoop nog steeds heel erg op de gouden Shiny Mew kaart. Maar er zijn er nog een aantal die ik nodig heb. En we gaan even kijken of we de een in het eerste pakje kunnen vinden. Waar we beginnen met Ho-Oh. Tweede kaartje Lugia. De 2 Legendaries uit Gold en Silver, de 2e generatie. Dan hebben we hier Zekrom, een andere Legendary Pokémon. En als laatst Zamazenta. En normaal zouden we hier natuurlijk heel blij mee zijn. Maar ja, deze hebben we al. Er komt trouwens ook bijna een nieuwe serie uit. Fusion Strike. Die gaan we natuurlijk ook uitpakken. Dus als je dat wil zien, abonneer even. In het volgende pakje zit Groudon. Cosmog die lekker aan het janken is hier zo. We hebben weer een Venusaur. Wat vet. Deze is ongeveer 15 of 20 euro waard. Lekkere poor. Hoppakee. En als laatst, Professor's Research is ook niet verkeerd. In het tweede pakje gewoon al gelijk een hele dikke pool. Venusaur. Heel vet. We krijgen echt wel hele goede kaarten elke keer bij Celebrations, maar heel vaak dezelfde. Wie weet, in het derde pakje met Reshiram, Kyogre en Zekrom. En als laatste hebben we weer Zamazenta. No. Kom op, gun mij tenminste 1 kaart die ik nog niet heb. Nu hebben we Dialga, dan Reshiram, dan... Nee, deze heb ik echt al 5 keer. Deze is op zich heel zeldzaam, maar ik krijg altijd deze Rocket Zapdos, jongens. In elke video krijg ik er wel een paar van deze. Wat is dit nou elke keer? En waarom heeft Zapdos trouwens maar 70 HP? Dat vind ik heel vreemd. Een Legendary met 70 HP. Anyway, het laatste kaartje is Lunala. Ah, we zijn alweer op de helft. Ik moet het weer voelen, jongens. Ik moet er weer gevoel bij krijgen. Misschien... voel ik deze? Nee, ik voel deze ook weer niet. Voelen jullie deze? Laat het weten in de reacties. We beginnen met Groudon. Dan hebben we Yveltal. Dan hebben we hier Kyogre. En als laatst hebben we hier... Oh, dit had ze gewoon een Zamazenta box kunnen noemen. Wat is dit? Ik krijg 3 keer Zamazenta. Jongens, ik denk dat het tijd begint te worden om te stoppen met Celebrations. We krijgen steeds dezelfde kaarten. Wat is dit nou? Nou, nu hebben we een Cosmoem. Kyogre is de volgende. Surnius en dan Flying Pikachu VMAX. Ja, normaal gesproken zou ik hier natuurlijk heel blij mee zijn, want het blijft een hele vette kaart. Maar deze heb ik ook al 3 of 4 keer. Wel mooi, deze bolle Pikachu. Het blijft een vet kaartje. Dat eerlijk is eerlijk. Oké, nog 2 pakjes. Kom op, Shiny Mew. Kom op, in deze pakjes. Let's go. Yveltal. Kyogre opnieuw. Dialga. En als laatste... Ah, Professor's Research. Deze is wel nice. Mooi full art kaart. Maar deze... Dit was de laatste nieuwe die ik heb gekregen. Dus deze hebben we helaas nu ook alweer dubbel. Ik vind het wel een hele leuke kaart. Met Professor ook met zijn boek full art kaartje. Ik vind hem wel tof. Kom op, jongen. Je kan het. Je kan het. Geef me die Shiny Mew. In het laatste pakje beginnen we met Lugia. Dan hebben we Reshiram. Oh, ja. Kijk, ik heb in ieder geval toch 1 nieuwe kaart. Team Magma's Groudon. Deze heb ik nog niet, dus ik ben hier wel blij mee. In ieder geval de boxen niet voor niks gekocht, want we hebben in ieder geval 1 nieuwe kaart. En als laatste, Lunala, hebben we helemaal niks aan. Maar deze natuurlijk wel. Team Magma's Groudon. Check hoe rood deze Groudon is, jongen. Deze Groudon is echt super boos. Niet normaal.
Ah, gelukkig jongens, toch één nieuw kaartje. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog twee Darkness Ablaze en twee Battlestyles pakjes. En ik begin met Darkness Ablaze. Ik heb vier kaartjes naar voren gedaan en dan beginnen we met Kaboo, de Fire-type trainer in Pokémon Sword and Shield. Dan hebben we hier Gotorita, een Pokémon van Bede. Dan hebben we daarna een, Fletchinder. Oh, maar heeft die hele bosbrand daarachter, joh. Is die een heel bos in de fik aan het zetten? Dit hadden ze beter gewoon Dark Fletchinder kunnen noemen. Deze is echt super boos. De volgende kaart is een Nickit. Oh, drie leuke Nickits bij elkaar. Wat een leuke art. Super grappig kaartje. Dan hebben we daarna Larvitar, die hier lekker bloemetjes staat te ruiken. Een Galarian Darumaka. De Ice-type, die hier natuurlijk een Water-type is. Volgende kaartje is Carablast. En Ducklet. En dan hebben we de Reverse. En dat is een Pansage. En als laatst hebben we in dit pakje Decidueye. Nou, wel een kaartje op zich. Het volgende Darkness Ablaze pakje begint met een Electric Energy kaart. Dan hebben we hier Toxapex. Dan een Parasect. Wat een simpele art is dit, zeg. Een Hiding Energy. Oké, dus een speciale Energy kaart. Daarna hebben we Grimer. Een Galarian Mr. Mimepie. Electrike. Dunsparce. Beetje noob Pokémon als je het mij vraagt. Dan hebben we Bounce Sweet, Billowing Smoke is the Reverse. En als laatst hebben we Arctofish. Ik weet niet, man. Als ik naar zijn hoofd kijk, dan hoor ik echt zo zo'n geluidje of zo. Dat gevoel krijg ik erbij. Maakt Arctofish zo'n geluid? Oké, jongens. De twee Battlestyles pakjes. Let's go. Daarmee beginnen we met de Psychic Energy. Hebben we een Spielpa, een Glissor. Net als Scissor. Ja, zo moet ik het uitspreken. Glissor. Daarna hebben we... Oh my gosh. Ik had jullie echt verbannen uit mijn hoofd. En nu zijn jullie weer terug. Swordward en Shieldward. Deze gasten zijn zo vervelend en zo arrogant. Anyway, de volgende kaart is een Rollicolli. Daarna hebben we Esper. Dan een... een Shinx die lekker van een trappetje in handstand aan het doen is of zo. Wat een clown. Vervolgens Blipbucky. Een Pawniard. Een Reverse Bronzong. Dat is wel een sick kaartje. Die is wel cool. En als laatst... Vervillion. Ah, kom op. Het laatste pakje moet toch wat goed zijn. Let's go. We beginnen met Karkol. Daarna Dottler. Picknight die lekker aan het vreten is op zijn vakantie of zo. Ik denk dat hij in een all-inclusive resort zit en lekker aan het genieten is van het buffet wat hij de hele dag door kan eten. Lekker. GG Picknight, je hebt een goede vakantie. Dan hebben we hier Horsey die lekker aan het chillen is in het water. Mankey, Galarian Slowpoke, een Fomantis, een Remoraid. Wat is deze gast aan het doen? Hij solliciteert ook voor het circus volgens mij. Grappig kaartje van een beetje noob Pokémon. Sandiscorch hebben we dan. Dit is wel een vette kaart met een hele toffe art. En als laatst, we hebben in ieder geval nog iets goeds, jongens. En dit is het bewijs dat je altijd tot het einde deze video's moet blijven kijken. Wat zit hier dan in? Victini-Vie. Wat een leuk kaartje is dit. Deze vind ik tof. Kijk hoe blij die erop staat. Vol met zijn bakken zo. In het kaartje. Heel leuk. Ja, hier ben ik eigenlijk toch best wel blij mee. Dus we begonnen deze video met twee hele, hele vette promo kaarten. Namelijk deze Dark Sylveon V kaart. Heel insane. Maar ja, deze Lance's Charizard V is toch nog even wel, ja, drie punten sicker of zo. Dit is een van mijn favoriete promo kaarten. Een van de tofste die ik ooit heb gezien, denk ik. Daarna kwam gelukkig nog Team Magma's Groudon, die je nog niet hebt gezien in mijn video's, want deze kaart die heb ik nog niet. En als laatst, op het allerlaatst, hadden we nog Victini-Vie. Dus dat is ook wel weer lachen. Leuke Pokémon, leuke kaart. Als je dit nou een leuke video vindt, knal die duimpjes omhoog en abonneer als je maar ook de nieuwe Pokémon kaartenseries uit wil zien pakken. En dan zeg ik zoals altijd, mazzel!